Goedemiddag. Hierbij open ik deze academische zitting waarin de heer Thomas Verlinden het academisch proefschrift getiteld Catecholaminergic Neurons in the Peripheral Nervous System, a Critical Reappraisal of the Sympathetic Parasympathetic Paradigm for the Classification of Nerves, Glia and Neurons, very long title, in het openbaar gaat verdedigen. Mag ik u verzoeken in de komende 15 minuten een samenvatting te geven van die proefschrift? Ik geef u graag het woord. Dank u wel, meneer prorector. En goeiedag, mensen van de beoordelingscommissie, promotiecommissie, sorry. En dag u allemaal. En wat ontzettend fijn dat ik vandaag dan een deel van de resultaten van ons onderzoek mag presenteren. En u kijkt natuurlijk al een tijdje tegen deze afbeelding aan, die inderdaad verband houdt met de feestdagen die we nu aanstaande hebben. Maar ik heb hem daadwerkelijk gekozen als metafoor voor de boodschap die ik ook wil uitdragen vandaag. En dat is dat u door de verpakking van het cadeautje nu nog geen idee heeft of u het straks gaat plaatsen in de keuken of in de badkamer, bij wijze van spreken. En met zenuwen is dat eigenlijk net zo. En u ziet hier een voorbeeld van een aantal elektriciteitsdraden die bijeen worden gehouden door een tape en een ondoorzichtige tape. En daar gaan we het nu over hebben. En het mag u misschien zijn opgevallen, meneer de prorector zei het ook al, hè? Ik had een behoorlijk lange titel. En met de boodschap die ik heb, had het inderdaad ook korter gekund. En we gaan het dus nu hebben over de plaatsing van zenuwen. Want hier ziet u een afbeelding uit een anatomische atlas die wij in Maastricht en over de hele wereld veelvuldig gebruiken. En hier ziet u al specifieke zenuwen, waaraan specifiek al een functie wordt toebedeeld. En u ziet hier dus de termen parasympathisch en sympathisch en ook somatisch. En dat zijn wellicht de termen die u het komende uur nogal vaak zult horen. Dus ik heb daar een tabel voor opgenomen, waarin meteen duidelijk wordt dat we slechts één zenuwstelsel hebben. We hebben het vaak over het anterisch zenuwstelsel of over het autonoom zenuwstelsel. Maar wat men dan bedoelt is het gedeelte van dat zenuwstelsel. En er zijn meerdere opdelingen te maken, zoals centraal en perifeer, of in dit geval somatisch of autonoom. En dat wil zeggen, ik kan u bijvoorbeeld mijn biceps op dit moment tonen. Autonoom wil zeggen, u heeft nu op dit moment bijvoorbeeld geen idee of maagsappen worden aangemaakt. Voor beide systemen bestaan afvoerende en aanvoerende cellen. En de afvoerende autonome cellen die worden doorgaans wel geclassificeerd als orthosympathisch of parasympathisch. En mocht u dat bekend klinken, dat zou zomaar kunnen, want ik heb dit schema eigenlijk letterlijk genomen uit uw middelbare schoolboek Biologie voor jou. En ik weet niet of het nog wat emoties oproept. En om dat nog een beetje meer te duiden, is dat het sympathische gedeelte van het zenuwstelsel vaak wordt geassocieerd met de zogenaamde fight-and-flight-respons. Bij het zien van deze tijger is het verstandig om waarschijnlijk te gaan rennen. Bij het zien van deze tijger heerst daar waarschijnlijk serene rust in huis. Er is tijd voor ontspanning en voor verteer. En er wordt vaak dan de rest and digest aan gekoppeld. Nou, hier ziet u dan uit ons proefschrift twee voorbeelden die ik meeneem. Zijn specifieke zenuwen, hier ziet u het al, bijvoorbeeld de nervus vagus, ik zal die straks een beetje uitleggen, wordt hier specifiek parasympathisch genoemd. En de nervus phrenicus, hier aan de linkerzijde, wordt dus specifiek somatisch genoemd. En daar gaan we het over hebben. Maar eerst moet u nog goed begrijpen wat het verschil is tussen een zenuwcel, een neuron, en een zenuw. De bovenste afbeelding, dat betreft een zenuwcel met een zenuwcellichaam links en de lange uitloper. En de onderste afbeelding, dat is nou een zenuw en dat is dus een verzameling van zenuwcellen. En een verzameling van verschillende soorten zenuwcellen. En links onder in beeld is dan zichtbaar dat als zo'n zenuwcellichamen geclusterd worden, dat een ganglion genoemd wordt. Op de middelbare school noemde u dat nog een zenuwknoop. Goed zo. Nou, dan kijken we voor de eerste keer eens naar een zenuw onder een microscoop. En dan ziet u dat deze specifieke zenuw uit een tiental bundels is opgebouwd, zoals u hier kunt zien. En elk van die bundels bevat wel honderden tot duizenden van die zenuwceluitlopers.
En al die bundels samen worden dan omgeven door bindweefsel en veel vet. Dat ziet u hier aan die dikke zwarte druppels. En het maakt het totaal daarvan wat het een zenuw is. En heel bijzonder is dat u hier rechts beneden al ziet, is een aparte zenuwtak of een aparte bundel die zich aandient en later met deze zenuw mee zal gaan lopen. En dat gebeurt dus ook bij de nervus vagus. De nervus vagus, zal ik me uitleggen, is een zenuw die ontspringt uit de hersenen, eigenlijk heel diep bij de hersenstam, loopt dan door de hals naar de borstkas toe, waar die een hele hoop innerveert, dus bezenuwt, en loopt dan door tot in de buik en is bijvoorbeeld betrokken bij het aanmaken van die maagsappen. En zoals u hier in dit plaatje kunt zien, ziet u dus weer van die bundels die dus met die nervus vagus mee willen gaan lopen. En in dit plaatje kleuren ze oranje, omdat we ze specifiek gekleurd hebben voor een bepaalde neurotransmitter. Dit zijn catecholaminerge neuronen, daar kwam dat moeilijke woord vandaan. En catecholaminerge neuronen, dat zijn neuronen die de neurotransmitter dopamine of noradrenaline gebruiken. Nou, en die laatste neurotransmitter, die is specifiek voor zenuwen die in actie komen bij die fight-and-flight-respons, zogenaamde sympathische neuronen. Dus u ziet al, de nervus vagus, de parasympathische nervus vagus, bevat gewoon ook sympathische neuronen. Die zijn afkomstig van verbindingen tussen zenuwen. U ziet dat hier rechts. En die neuronen, dus die zenuwcellen, die gaan zelfs tot diep in de nervus vagus zich nestelen, zoals u dat hier ziet. En het zijn niet alleen de zenuwceluitlopers die we tegenkwamen. We zagen bij een aantal van onze stoffelijke overschotten daar zelfs die zenuwcellichamen op zitten. Dus een ganglion vormen. Dus hier in de animatie ziet u dus dat de nervus vagus dus zelfs een sympathisch ganglion kan bevatten. En we weten dat die cellen afkomstig zijn uit die zenuwverbindingen, omdat we als we keken in de, heel diep eigenlijk, binnen in de schedel nog, vlak bij het uittreden uit de hersenstam, dat de nervus vagus deze vezels niet bevatten. Zo, dan zijn we 6 minuten onderweg. En soms maken we dat zijn zo'n 15 TikTok-video's. Dus ik weet niet hoe het nu met uw concentratie gesteld is. Ik zou nog 2 dingen willen bespreken. En te beginnen met de nervus phrenicus. En dat is een zenuw die u misschien ook wel eens van gehoord heeft. Dat is een zenuw die ontspringt uit het ruggenmerg in de nek. En loopt vervolgens door de nek, door de borstkas naar het middenrif toe. Om daar het middenrif te bezenuwen voor de ademhaling. Dus een somatische zenuw. En die hebben we op verschillende niveaus bestudeerd. En hier krijgt u weer wat plaatjes te zien van die niveaus B, C en D. En is in de hals. Op niveau B ziet u dat de zenuw bestaat uit 1 bundel. Op niveau C ziet u daar weer verschillende bundels eigenlijk bijkomen. Om vervolgens op niveau D weer terug 1 bundel te vormen. En met die specifieke kleuring ziet u rechtsonder weer die oranje vezels opduiken. En ziet u dus dat ook dit weer catecholaminerge zenuwcellen zijn. En de conclusie voor u is nou al goed te volgen. Hè? Dus ook de somatische nervus phrenicus bevat deze catecholaminerge zenuwcellen. Goed zo, dan gaan we door naar iets supermoois. Het is de nervus phrenicus, die zet zich voort in de buik. Ik ben daar al jaren aan het kijken naar die platen zoals deze. Hè. En ik weet niet of u al een favoriete zenuw heeft, maar deze zou zomaar op mijn suggestielijstje staan. En het is een voortzetting die een verbinding maakt met de grote autonome plexus in de buik. En u kent die autonome plexus misschien wel als de zonnevlecht. Die zenuw hebben we zeer gedetailleerd bestudeerd. U keek zojuist al naar een aantal afbeeldingen van dwarsdoorsneden van zenuwen. Ik weet niet of u zich ook gerealiseerd heeft hoe wij die koepers, die plakjes maken, maar dat is daadwerkelijk met een snijmachine. En u kunt zich dat een beetje voorstellen zoals deze afbeelding. En wetenschap is nooit ver weg, zeg ik tegen mijn studenten. En wij snijden dus op een soortgelijke manier plakjes, maar dan wel natuurlijk een stuk gedetailleerder. We hebben bij dit proef 200 plakjes per millimeter opgesneden. En dat resulteerde dus voor deze zenuwtjes in verschillende duizenden koepes
per zenuw. Dus dat was behoorlijk wat werk. En die koepels, die plakjes, die kunnen we vervolgens plakken op glaasjes. Die kunnen we chemisch behandelen om allemaal dingen aan te tonen daarop. Kleuren noemen we dat dan. En die glaasjes bestuderen we natuurlijk met de microscoop. En tegenwoordig kunnen wij die glaasjes ook volledig inscannen en digitaliseren. Dus al die duizenden koepels werden gedigitaliseerd. En dan kunnen we middels software daarna die glaasjes bestuderen en allemaal annoteren. Dus we kunnen elk zenuwtje, elk bloedvaatje daarop kunnen we terug aangeven. En dan maakt de computer daar weer terug een 3D-model van, waar dus de hele architectuur in terug te vinden is. Alles met labels. En ja, dat is waanzinnig natuurlijk. En u zou zo een deel van het werk van de anatomen in de 21ste eeuw wel kunnen omschrijven dan, ja. Nou, dit is dan die 3D-reconstructie die we gemaakt hebben van die buikzenuwtak daar. Rechts is zichtbaar hoe die dus door het middenrif naar de buik toe loopt, langs de onderste holle ader. En in het midden ziet u dan de 3D-reconstructie. En links ziet u 8 afbeeldingen die eigenlijk een mooie samenvatting tonen. En die 8 foto's komen overeen met de snedes die ik u nu laat zien. Als we nou de eerste snede pakken, dan zitten we nog net in het middenrif. En net boven het middenrif, sorry. En hier ziet u dat de bundel eigenlijk bestaat voornamelijk uit 1 grote bundel. En dat er een klein gebied met die catecholaminerge zenuwceluitlopers is. Als we dan een stukje omlaag gaan, ziet u dat de zenuw splitst in 2 grote bundels. En dat ook de catecholaminerge inhoud zelfs toeneemt. En dan midden in het niveau van het middenrif, dus tussen de spieren hier, ziet u dus dat de phrenicus eigenlijk takt in 3 takken. En dat de catecholaminerge tak een eigen bundel is geworden. De linker en rechter tak, dat zijn die somatische vezels die dadelijk uit beeld verdwijnen, want ze gaan dan het middenrif bezenuwen. En het is deze catecholaminerge tak die we volledig tot in het abdomen kunnen vinden, terugvinden. En die ook toeneemt in diameter. En hier zelf ziet u ook weer van die zenuwcellichamen daarop zijn. U zag het al met het blote oog, hè, maar we konden dat nog natuurlijk in een grafiek plotten. En daar ziet u dus dat het somatische deel op een gegeven moment stopt in het middenrif. En dat catecholaminerge deel ziet u eigenlijk ontstaan vanuit de buik. En dus mee terug, of mee die phrenicus gebruiken om omhoog te lopen. Dus in plaats van deze tak, eigenlijk de abdominale tak van de nervus phrenicus te noemen, hè, dus de buiktak van de nervus phrenicus, is het dus beter om deze te zien als de phrenische tak van de zonnevlechtplexus. En dit hebben we in onze publicatie dan ook aangedragen. Zo. Ja, dat was dat. Hoe gaat het met u? Mocht u me nou toch kwijt zijn, dan is dit een moment om weer terug in te stappen voor het laatste deel. Dus nog een minuut of 4 had ik hiervoor gepland. En dat gaat over onze ontdekking van de glomus cavalis, zo hebben wij dat genoemd. We hebben dat in het Engels de caval body genoemd. En in het Nederlands zou u dat kunnen zien als het lichaampje rond de onderste holle ader. Want wat doet die buiktak daar nou? Daar hadden we nog steeds geen antwoord op. En zijn we dat vervolgens gaan bestuderen door een groter weefselgebied uit te nemen. Dus in dit geval hebben we ook het middenrif voor een heel stuk deel uitgenomen. Inclusief de onderste holle ader. Die ziet u hier met het sterretje weergegeven. En u ziet de nervus phrenicus bij die pijl. Daar hebben we dus die koepels van gesneden. Hier ziet u dus die enorme grote onderste holle ader. Nu ziet u in perspectief hoe klein die zenuw daarnaast is. Die is dan wel uitvergroot. En structureel vonden we bij al onze lichamen aan de overzijde van de onderste holle ader dat lichaampje. Dus hier links onder een beeld vol met zenuwweefsel. U ziet dus een verbinding van de nervus phrenicus naar die glomus cavalis toe. En het was niet alleen zenuwweefsel dat we daar zagen, maar we zagen ook heel veel adertjes afkomstig van die onderste holle ader. En waar we in het begin dachten, dat zal wel zo'n zenuwknoop zijn, waren de kleuringen voor die zenuwcellen niet allemaal positief. Of eigenlijk heel veel cellen waren zelfs niet positief. En als u hier goed kijkt in de afbeelding rechtsboven, dan ziet u ook zo'n adertje van de onderste holle ader afkomstig, met de ster aangeduid. Dat daar aan weerszijden van heel veel cellen lagen die dus niet kleurden voor zenuwweefsel. En die cellen ziet u hier eigenlijk al van die korreltjes bevatten.
En die korreltjes met specifieke kleuren konden we aantonen dat dat een hormoon betrof. En dit zijn cellen die produceren een hormoon dat we ook kennen uit het hart. Dat geproduceerd wordt als er een vergrote vullingstoestand is in het adersysteem. Dan krijgt daarop de nier vervolgens het signaal om vocht uit te scheiden. En daarmee daalt de bloeddruk. En dat systeem hebben wij dus hier voor de eerste keer beschreven. Nou, en de glomus cavalis, u heeft misschien de analogie ook daar van de middelbare school nog, want ook daar stond de term glomus caroticum al genoemd. En dat is een soortgelijk systeem, maar dan in de halsslagader, waar ook een lichaampje gelegen is, met drukreceptoren, en die ook gemonitord wordt een zenuw, en in dat geval dan een hersenzenuw. En dat was het dan. Dan heb ik nog een conclusie dus voor u, of een take-home message. Is dus eigenlijk dat u moet begrijpen dat zenuwen onderling verbindingen met elkaar kunnen aangaan. Dat laat toe dat neuronen dus kunnen verspringen van zenuw. En dat zenuwen dus bestaan uit verschillende soorten zenuwcellen. En dat u dus een zenuw zelf niet aan één specifieke functie moet toebedelen. En daarmee dank ik u hartelijk en geef ik het woord graag terug aan meneer de prorector. Dank u wel, meneer de kandidaat, voor uw wervelende voordracht, moet ik zelf zeggen. Dus ik denk dat u al vanochtend met deze voordracht vanmiddag de show gedeeltelijk heeft gestolen. Maar de buit moet nog binnenkomen, want het kost 45 minuten om die binnen te halen. En we gaan dus nu de komende 45 minuten gaan wij opponeren. En voor de mensen in de zaal, oppositie zal plaatsvinden door 3 opponenten die hier aanwezig zijn. En we hebben 2 opponenten die online aanwezig zijn en die straks op het scherm worden geprojecteerd. De oppositie zal worden geopend door professor Jonker. Zij is verbonden als professor in de darmgezondheid aan onze universiteit en ze was mede verbonden aan de beoordelingscommissie. En ik geef haar graag als eerste het woord. Dank u wel, geachte kandidaat. Het is een eer om u te feliciteren met uw proefschrift en ik wil u graag ook daar uw promotieteam in betrekken. U weet dat ik al een tijd reikhalzend heb uitgekeken naar dat proefschrift en daarom ook met extra veel plezier dat ik hier vandaag aanwezig zal zijn. Ik heb met veel interesse gelezen en het interesse voor uw vakgebied komt tot uiting in het proefschrift, ook in de enthousiaste presentatie die u heeft gehouden en die ken ik ook van uw lezingen voor de studenten die zeer gewaardeerd worden. En ik denk dat uw proefschrift ook veel nieuwe inzichten toevoegt aan de anatomie van het autonome zenuwstelsel. Ik heb veel geleerd, maar ik probeer ook altijd te begrijpen wat dat kan betekenen voor mijn vakgebied. En dat heeft u misschien al een beetje aanvoelen komen, want ik was al blij dat u het toch een paar keer naar dat maag-darmkanaal verwees. Maar misschien eerst even een iets wat algemene vraag. U maakt gebruik van stoffelijk overschotten om inzicht te krijgen in de nervus phrenicus, de nervus vagus en ja, wat u ons allemaal heeft getoond. Hoofdstuk 2 bijvoorbeeld zijn dat 35 stoffelijke overschotten, maar ik begrijp dat bij een eerste analyse dat er 19 zijn en dan nog een paar groepjes van 4, als ik het correct heb geïnterpreteerd. Hoofdstuk 3 zijn dat 11 paren. En ik vroeg me eigenlijk af, hoe representatief zijn uw bevindingen? Want het aantal, ik begrijp dat de workload enorm is, dus daar alle begrip en respect voor. Maar hoe representatief zijn uw bevindingen? En is er niet een kans op een selectiebias met de aantallen die u bestudeerd hebt? Hoe ziet u dat? Dank u wel, hooggeleerde prorector. Daar heeft u zeker een punt. Statistisch gezien kunnen we ons helemaal indekken met onze software om aan voldoende power te voldoen, om aan statistische significantie te komen. Maar we hebben last van een enorme bias in die zin van dat de lichamen waarmee we werken, zijn lichamen die doorgaans wat ouder zijn. En zo is de jongste proefpersoon uit ons onderzoek, als ik uit mijn hoofd nog herinner, rond de 50 jaar. En de oudste was geloof ik zelfs 101. Waarmee wij inderdaad een specifieke populatie bestuderen. Nu hebben we het geluk dat we wel anatomie bestuderen. Dus daar waar een zenuw bestaat, zal die bij een jong persoon bestaan, zal die bij een oud persoon bestaan. Maar er is in de literatuur wel wat over te doen ook. Met bijvoorbeeld dat zenuwen van fenotype licht kunnen veranderen en dat bepaalde neurotransmitters minder tot expressie komen naarmate men ouder wordt. Ja. En en misschien mag ik dan even met u naar paragraaf bladzijde 43 gaan, figuur 3.3,
Want ik ben wat extra geïnteresseerd in hoofdstuk 3. En daar ziet u best wel wat variatie bijvoorbeeld in die figuur. U heeft 11 paren bestudeerd, links en rechts. En dan trekt u ook de conclusie dat het effectieve oppervlak groter is rechts dan links. Maar ik zie best wel wat spreiding. Ja. En ik vroeg me eigenlijk af, wat betekent dat? En ik was ook wel benieuwd of degene die rechts laag scoorde ook links laag scoorde. Dus paarsgewijs, heeft u dat ook paarsgewijs bekeken? Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik moet daar heel eventjes naar kijken ook weer. Dit klopt, dit is de spreiding inderdaad. Dat is een terechte opmerking. Dus we hebben 11 paren destijds bestudeerd bij de nervus vagus. En gezien dat de spreiding enorm is, daar hadden we ook de statistisch wat angst voor. Hoe kan dat? En hebben we gelukkig een Shapiro-Wilk normality test gedaan om te kijken of de verdeling wel normaal verdeeld was. En dat bleek zo te zijn. Dus er is wel sprake van een normale verdeling. Maar omdat de spreiding zo groot is, ziet u dus dat we rechts voornamelijk buiten twee keer de standaarddeviatie wel aan beide zijden waarnemingen doen. Wat dat aangeeft, en dat is eigenlijk nog een vraag die wij ook hebben, is dat een aantal mensen een nervus vagus hebben aan de rechterzijde die wel tot 100.000 axonen kan bevatten. En iemand anders daar misschien maar een tiental duizend van heeft. En het antwoord daarop hebben wij niet. Ja. Maar het is niet zo, want heeft u toevallig ook gepaard gekeken? Hè? Want er zijn een aantal mensen die scoren wat lager rechts. En het zou in theorie misschien kunnen zijn, dat kan ik nu niet zien, dat deze mensen juist links een hoger effectief oppervlak hadden. Of was dat niet het geval? Was het altijd zo dat het rechts meer was dan links? Of kon het ook wel eens voorkomen dat het andersom was? Moeten we daar rekening mee houden? Nee, daar moet u rekening mee houden. Want daar moet u rekening mee houden. Want het was zelfs zo, inderdaad, dat men rechts bijvoorbeeld een hele grote zenuw kon hebben en links een kleine. Oké, dan wil ik nog iets verder inzoomen op wat we kunnen doen met de resultaten van hoofdstuk 3. En zoals u weet zijn wij geïnteresseerd in het prikkelbare darmsyndroom, IBS, wat ook gekenmerkt wordt door chronische buikpijn. En de hersen-darmas speelt daarbij een belangrijke rol. En u weet dat ook mijn collega, de dokter Kessie, daar heel erg in geïnteresseerd is. Ik weet dat u daarvan op de hoogte bent. En nu is de ambitie om deze mensen via vagale neurostimulatie te gaan bestuderen. Om te kijken of de buikpijn daar verminderd kan worden. De intentie is om dat transcutaan te doen in de auriculaire zenuw. En ja, nu ben ik toch benieuwd wat u ons adviseert als we kijken naar de resultaten van hoofdstuk 3. Moeten we dat rechts of moeten we dat links doen? Dat is een goede vraag. Ik zou zeker uitkijken of uw patiëntengroep comorbiditeiten heeft. En dan met name in het hart- en vaatziektesysteem. Mm-hmm. Waarbij een opregulatie van sympathische activiteit niet wenselijk is. Mm-hmm. In dat geval zou ik dus eerder voor links kiezen dan voor rechts. Als u zich bewust bent van die catecholaminerge zenuwen, lijkt me dat in deze patiëntenpopulatie niet specifiek het neuron dat u wilt prikkelen. Omdat een catecholaminerge zenuw doorgaans in de buik zal leiden tot een vasoconstrictie en juist tot een verminderde perfusie van het splanchnisch gebied. En gezien ook de etiologie van de mensen met PBD, is het eigenlijk waarschijnlijk dat niet wenselijk om te doen. Dus je zou het helemaal niet doen? Of je zou nee, dan zou ik dus inderdaad de zenuw kiezen met de minste catecholaminerge vezels. Dan komt u dus weer uit bij de linker. Ja. Dan is het wel zo, maar daar heeft de wetenschap ook nog geen antwoord op, is dat het de vraag is, wat doet de linker nervus vagus in de buik en wat doet de rechter nervus vagus in de buik? En we lezen in al onze anatomieatlassen dat het met name de rechter nervus vagus is die het dunne darmpakket en het dikke darmpakket gaat innerveren. Mm-hmm. Ik vraag me af of dat hard te maken is. En wij zien daarnaast zoveel crosstalk tussen die vezels dat ik dat niet durf te beantwoorden. Maar vanuit de beschikbare literatuur zou ik kiezen voor links dan. Oké, nou dan wordt dat toch nog een discussiepuntje binnen de vakgroep. Maar goed, een aantal mensen heeft ook nog last van... Mag ik nog kort? U mag niet. Ik
moet u helaas interromperen. De tijd is helaas voorbij. Dat spijt me dan zeer, maar dan zal ik dat graag nog een keer op een andere manier de discussie met u voortzetten. Hartelijk dank, Kandik. Dank u wel. De oppositie zal, en mijn excuses, de oppositie zal worden voorgesteld door professor Rigaud. Hij was lid van uw beoordelingscommissie en is verbonden als hoogleraar neurofysiologie aan het Biomedisch Onderzoeksinstituut van de Universiteit van Hasselt. En ik begin natuurlijk als eerste om hem te bedanken vanuit onze universiteit dat hij vanmiddag hier aanwezig wilde zijn. En ik geef hem graag het woord. Ja, kandidaat, ik ben heel blij om aanwezig te kunnen zijn op uw verdediging. Jammer genoeg kan ik niet fysiek aanwezig zijn, maar bon. Dat zal niets veranderen aan de vragen die ik zou graag willen stellen. Ja, ten eerste een kleine commentaar over de presentatie. De snijmachine die men gebruikt in de laboratoria, ik denk dat het een beetje duurder is dan wat de prijs was getoond op de slide. Ik vond die thesis wel heel aangenaam te lezen. Ik vind dat een hele goede kritische benadering om vanuit anatomisch oogpunt de verschillen tussen het sympathische en parasympathische systeem te heroverwegen eigenlijk. Ja, zoals het soort ben ik een fysioloog, geen anatoom. Ik werk veel met anatomen, met veel plezier met anatoom. Dus ik zou graag willen beginnen met, dat is iets dat een beetje overal terugkomt in uw thesis over de communicerende vezels tussen de verschillende zenuwen. Ja, ik zou graag willen weten hoe u weet of zij communiceren, of communiceren ze echt, of is het slecht een anatomische definitie? Dank u wel, hooggeleerde opponent. Ik had een beetje moeite om u goed te verstaan, maar uw vraag is, als ik goed begreep, over de communicerende vezels, of ze daadwerkelijk bestaan. Of ze werkelijk communiceren. Ja. Het is zo, inderdaad. Dus wij zien twee zenuwen in het lichaam lopen naast elkaar. Hè. Ook de chirurgen zullen dat dikwijls tegenkomen. En dan zien wij tussen die twee zenuwen daadwerkelijk een brug bestaan van links naar rechts. En middels de klassieke aanpak en alle anatomische beschrijvingen in de atlassen die we al 300-400 jaar kennen, is het inderdaad niet te onderscheiden of het daadwerkelijk ook een neuron is dat tussen de twee zenuwen overspringt of niet. En dat is dus een aanpak waar we dus gekeken hebben om die zenuwen en blok uit te nemen en dan onder de microscoop daadwerkelijk te valideren of ook echt een neuron van de ene zenuw naar de andere zagen lopen. En dat konden we beamen, ja. Oké, bedankt. Bedankt voor het antwoord. Ja, misschien twee kleine vragen. Een vraag over het meten van de concentratie van noradrenaline. Ik zou graag willen weten hoe het wordt gedaan. Daar moet ik u zeggen, wij hebben geen concentratiemetingen gedaan. Wat we hebben gedaan is een immunohistochemische techniek, waarbij we catecholaminerge vezels aan konden tonen als positief kleurend of niet positief kleurend. En, dat was onze threshold. Dus wij hebben gewoon de catecholaminerge vezels als positief beschouwd en die meegenomen in onze analyses. Oké, dat is goed. Dan spreek je ook in de algemene discussie over een transiënte expressie van tyrosine hydroxylase, onder andere tyrosine hydroxylase positieve cellen. En u zegt dat in wat jullie zien, dat er een subset van die transiënte TH-positieve cellen blijven nog bestaan. Mijn vraag is, moeten wij beschouwen dat die cellen nog een soort van stamcellen zijn? Of is dat iets anders? Hoe interpreteert u dat? Dat is een uitstekende vraag. Inderdaad, omdat als u kijkt naar de embryologische ontwikkeling van zenuwen, is die waanzinnig complex. En het blijkt dat bijvoorbeeld vagale neurale lijstcellen helemaal niet de nervus vagus eigenlijk vormen. Vagale neurale lijstcellen populeren de darm met zenuwcellen en gaan bijvoorbeeld ook hele andere structuren vormen, zoals het aortopulmonaire septum bijvoorbeeld. Maar op weg naar
naar die darmplexus toe, zijn dit cellen die migreren en tijdens hun migratie inderdaad tyrosinehydroxylase tot expressie brengen. En die kunnen inderdaad dan op de nervus vagus blijven zitten. En wat we hadden moeten opnemen in die ene zin was dat dat een mogelijkheid was dat de TH-positieve cellen die we op de nervus vagus zien, een aantal van die rudimentaire cellen zijn die dat nog steeds tot expressie brengen. Oké, dat is goed. Bedankt voor het antwoord. Ik heb een meer aangenomen bij een filosofische vraag. Ik doseer neurowetenschappen aan geneeskundestudenten, aan biomedische studenten. En op een zeker moment doen we dat binair verschil tussen sympathicus en parasympathicus. Functioneel gezien lijkt het model nog uiteraard wel te marcheren en is duidelijk te doseren. Maar met wat u voorstelt in uw proefschrift, in uw thesis, ja, dat betekent dat die binaire onderscheid tussen die twee systemen lijkt een beetje verouderd. Wat stelt u voor om dat te doseren, ook aan startende studenten? Zouden we nog moeten spreken over een sympathicus en een parasympathicus, of moeten we dat op een andere manier aanpakken? Ja, ik ben heel erg blij dat u dat vraagt. Wat ik denk inderdaad is dat fysiologisch gezien blijft de fight-and-flight-respons wel bestaan. Daarbij moet ik ook zeggen dat de term sympathicus daar niet heel erg mee één op één correleert. Hè. U kunt een sympathiek mens zijn en dat past helemaal niet in die fight-and-flight-respons. Dus we hebben hier met een terminologiewisseling te maken. Maar het is ook zo dat de fight-and-flight-respons niet volledig uit de klassieke sympathische neuronen komt. En we weten bijvoorbeeld ook dat het periaquaductaal grijs immense verbindingen aangaat met de dorsale nucleus van de nervus vagus. En een aantal mensen, als die stress hebben, krijgen ze diarree. Dat zijn zogenaamde mensen die niet fight and fly doen, maar die freeze doen. Dat zijn freezers. Ik ben ook een freezer. Hè? En misschien herkent u het aan uzelf wanneer u zelf een keer heel erg gespannen bent. Sommige mensen hebben heel erg de neiging dat ze moeten poepen bijvoorbeeld. En dus dat past niet meer. Nee, hoe we dat studenten moeten leren, denk ik, is daadwerkelijk studenten leren dat er neuronen zijn die op thoracolumbaal de periferie ingaan en neuronen zijn die dat in de hersenstam of op sacraal niveau doen. Ik moet wel zeggen, ik was daar heel erg gedreven in om dat door te drijven. Ik heb ook menig discussie met mijn promotoren over gehad, dat het veranderen van terminologie waarschijnlijk niet erin zit. En we moeten dus accepteren dat daar een andere semantiek van uitgaat en dat de term polyseem is, ja. Ja, ik pik gewoon wat u daarnet zei over het thoracolumbaire en het sacraal niveau. Ik mis een beetje, maar gewoon in de algemene discussie, wat gebeurt op cervicaal niveau? Want dat was de plek waar, men beschrijft meestal in de tekstboeken en in de lessen ook het vertrekpunt van de parasympathicus. Waar moeten wij daarmee denken? Ik miste net de essentie van uw vraag. Ja, de essentie is, u spreekt niet zoveel over het cervicaal niveau en het vertrek van de parasympathicus. U gaat eerder op niveau thoracolumbair tot en met sacraal, maar het bovenste niveau van het vertrekpunt van de parasympathicus, wat moeten we daarmee doen? Inderdaad, we hebben in ons proefschrift niet het hersenstamniveau bestudeerd. Cervicaal is er geen ruimte voor autonome outflow. Dan bedoelt u het hersenstamniveau. En op hersenstamniveau komen inderdaad ook visceroafferente vezels naar buiten. En die visceroafferente vezels, dat zijn daadwerkelijk wel andere soort vezels dan de spinale visceroafferente vezels. En er zijn ook nu moderne genexpressiestudies die dat aantonen. En dat er dus inderdaad een duaal systeem bestaat in de visceroafferente outflow, dus zogenaamd hersenstamniveau en spinaal niveau. En de discussie waar het om ging, is dat op spinaal niveau vroeger werd gedacht dat de sacrale groep nog een aparte groep was. En daaruit staat nu ter discussie of we niet die sacrale outflow gelijk moeten trekken met de thoracolumbale. Maar u heeft gelijk, het hersenstamniveau blijft op zich bestaan en viel buiten ons boekschrift, ja.
Dank u wel. Dank u wel. Dan wordt de oppositie thans voortgezet door dokter Ten Donkelaar. Hij is verbonden aan de afdeling neurologie van het Radboud Universiteit Medisch Centrum in Nijmegen. Hij is als gast aanwezig en namens de universiteit dank ik hem ook dat hij vanmiddag aanwezig wilde zijn. En ik geef hem graag het woord. Ik ben ingeschakeld inmiddels. Hartelijk dank voor de uitnodiging om aan deze oppositie te participeren. En we hebben het in het verleden, onder andere in Engeland, 3 jaar geleden al is over een aantal zaken gehad. En ik ben onder de indruk van uw proefschrift en de wijze waarop u een aantal zaken weergeeft. Toch zijn er een aantal zaken, met name in dat hoofdstuk 5. En dat betreft dan het laatste stuk met figuur 5.3. Waarvan ik het idee heb dat daar toch wat meer neuroanatomisch naar gekeken zou moeten worden. Eerste plaats de lumbosacrale gap. Bestaat die wel of bestaat die niet? Als je kijkt naar de meestal gehanteerde leerboeken zoals Gray's Anatomy, Benninghoven en wat niet meer, dan wordt er altijd vanuit gegaan dat er een gap is van net tussen het einde van de lumbale deel van het zenuwstelsel van het ruggenmerg en het sacrale. Maar als je nu teruggaat naar de oudere literatuur, dan kom je met name terecht op Franse literatuur, waar u helaas geen aandacht aan heeft kunnen besteden. Dan kom ik uit op werk van de Massassa in 1922. En ja, die geeft aan dat die gap er helemaal niet is. En om aan te sluiten bij de vraag van Rico, wat gebeurt er op cervicaal niveau? Nou, een van de delen van het sympathische deel van het ruggenmerg is de intermedio-mediale kern. En die komt wel degelijk ook op hoog cervicaal niveau voort. En spreidt zich eigenlijk over het hele ruggenmerg uit. U kent ook het werk van Petras en Cummings. Die naar het thoracolumbale sympathicus hebben gekeken. En die bestaat uit 4 onderdelen. Waarvan een aantal heel beperkt zijn, maar toch, het is meer dan alleen maar de intermedio-laterale kolom. Graag uw antwoord op deze vraag en daarna gaan we verder als de tijd is. U vroeg op mijn visie? Ik vraag uw visie over de al dan niet aanwezigheid van die lumbosacrale gap. Lumbar gap. We verstaan, gelukkig. Dat is inderdaad een terechte opmerking. Mijn visie op die lumbar gap is dat we ook, net zoals dat we zenuwen moeten loslaten als zijnde een allesomvattend, als een specifiek iets, zijn ook kernen niet specifiek. En zo zegt u al terecht dat er ook een intermedio-laterale kern op cervicaal niveau is. Al was het bij mijn weten zo dat deze geen viscero-efferente outflow heeft, maar met name van proprioceptieve aard is. En is het ook zo dat inderdaad binnenin de intermediolaterale nucleus, de nucleus zelf ook niet één specifieke nucleus is, allemaal voor viscero-efferente outflow, omdat er zelfs ook somato-efferente vezels in die intermediolaire nucleus zitten. En andersom weten we dat viscero-efferente ook buiten het bestaan van deze nucleus het perifere zenuwstelsel in kunnen treden. En zelfs vanuit de witte stof zijn er eigenlijk vezels die de spinale vezel ingaan. Dus, en dat is ook eigenlijk wat ik uw groep wil meegeven. Dus ook de nucleus tractus solitarius is niet een zuiver viscero-afferente kern. Ook daar zitten zelfs neuronen in die zelfs van hoogcervicaal van proprioceptieve aard zijn. En de nucleus ambiguus is bijvoorbeeld ook geen zuiver viscerale motorkern, omdat ook daar respiratoire motorneuronen in zich nestelen. Nou, en zo is dat op spinaal niveau ook. Die intermediolaterale nucleus die loopt inderdaad over de gehele lengte is die aanwezig. Niet overal heeft hij een viscero-efferente outflow. Maar ook op plekken waar die kern
schijnbaar wat minder aanwezig is, is er dus wel inderdaad een viscero-afferente outflow van neuronen die zich elders in het zenuwstelsel ophouden. En dat is op lumbaal niveau in de motorische voorhoren. En dan nestelen zich dus inderdaad cellen in die motorische voorhoren en gaan via de spinale zenuw ook dan het perifere gebied bereiken. En sterker nog, als u gaat kijken naar verschillende diersoorten en het zelfs buiten zoogdieren trekt, dan is het ook zo dat bijvoorbeeld de kikker van hoog cervicaal tot aan het coccyx over alle niveaus een viscero-afferente outflow heeft en ook dus een witte ramus communicans heeft over de hele outflow. Dus de discussie van de gap is inderdaad ontstaan in de tijd van Langley en heeft daar macroscopisch inderdaad een gap kunnen waarnemen en daar heeft men het model aan geplakt. En dat model zijn wij al 100 jaar lang aan het herhalen. En u heeft terecht opgemerkt, u had me daar al een e-mail over gestuurd, dat de Fransen toen eigenlijk wat verder waren en dat daar destijds niet zoveel communicatie is geweest. En ik moet me te harte nemen, en het is tegenwoordig ook geen excuses meer, hè, met alle vertaalmachines, dat ik het Franse werk zeker nog ga naslaan daarop. Oké, dank u wel voor dit antwoord. Dan aansluitend hierop, in figuur 5.3, geeft u aan dat er een verplaatsing vindt naar centraal van sympathische, al dan niet parasympathische neuronen. Als ik kijk naar het werk van Sengul, die een atlas over het humane ruggenmerg en ook de rat en al dat soort proefdieren heeft beschreven, dan zie ik de parasympathische neuronen op sacraal niveau gewoon netjes intermediolateraal liggen. Alhoewel die natuurlijk niet zo uitgesproken is als op lumbaal niveau. Hoe moet ik dit verklaren? Het is voor mij een interessante hypothese, maar ook niet meer dan dat. Want ik zie weinig onderbouwing van deze verplaatsing van dorsaal, van intermediolateraal naar ventraal, gaande van lumbaal naar sacraal. Goed zo. Bij de mensen is het dus wel zo dat de intermediolaterale nucleus op sacraal niveau zich minder onderscheidt dan op thoracolumbaal niveau. Dus op thoracolumbaal niveau krijgt u de typische zijhoren. En als u coupes van de menselijke ruggenmerg maakt, dan ziet u dat die typische zijhoren niet meer zo aanwezig is. En dat de cellen heel dicht bij elkaar liggen. En zo is ook bijvoorbeeld de bekende ONUF-nucleus, de motorische voorhoren-nucleus op S2, S4, een gemengde nucleus met viscero-efferenten. En dat is destijds aangetoond middels tracerstudies, waarbij men retrograad die specifieke efferenten terugvond in de motorische voorhoren toch. En dat is dan gedaan in muizen en ratten. En zou ik moeten nazoeken in welke diersoorten allemaal. Dat is wat ik daarop kan zeggen. Ja, u heeft mij wat dat betreft gerustgesteld dat ik toch wat beter naar deze zaken zou moeten kijken. Misschien naar Scalino of wat Italianen die daar werk aan hebben gedaan. Maar dat komt nog wel. Maar ik wil het toch op het hart drukken. Wanneer u dit laatste stuk de deur uit doet, toch wat nadrukkelijker naar wat neuroanatomische aspecten te kijken en een aantal zaken wat beter te onderbouwen. Ik geef het woord graag terug aan de prorector. De oppositie wordt thans voortgezet door professor Timmel. Hij was lid van uw beoordelingscommissie en is verbonden als hoogleraar neurochirurgie aan ons medisch centrum. En aan hem graag het woord. Geachte kandidaat, ook mijn felicitaties aan u en ook aan uw begeleiding. Zou een van de paranymfen stelling 6 kunnen voorlezen? The anatomical science is far from finished. Wat bedoelt u hiermee? Wat ik daarmee bedoel is dat als ik op congressen kom en ik stel mij voor als anatoom, dat ik ook nog onderzoekend anatoom, en dan zegt men vaak, maar uw vakgebied is toch al 200 jaar afgerond.
En men heeft het idee dat het lichaam al bedacht is in qua bouw. Maar juist op het, dat klopt voor het macroscopisch niveau. Alles wat met de blote ogen is waar te nemen zal inmiddels wel beschreven zijn. Maar op het mesoniveau, een beetje daartussen, het submacroscopisch niveau, zoals u kon zien bij onze microscopieglaasjes, zien wij dus toch bijvoorbeeld een nieuw weefsel rondom. Dus microscopie, ik ga u even onderbreken. Ja, microscopie. Ja, ja. Mijn promotor is vandaag prorector en ik doe al vanaf 96 hersenonderzoek. En vanaf 99 doe ik diepe hersenstimulatie. We hadden het net over communicatie, Franstalig en de Anglo-Saxische taal. Nou, als ik microscopie doe al heel lang wordt microscopie gedaan. Ja. Dus is het daadwerkelijk microscopie wat u bedoelt dan met deze stelling? Ja, anatomie bedoelt u? Nee, de vraag is, u zegt de anatomical science is nog niet klaar. Ja. Dan vraag ik, nou, wat is het? Dan zegt u microscopie. We moeten meer met de microscoop gaan kijken. Ja, dan moet ik inderdaad nog eens, wat ik bedoel is eigenlijk met microscopie de tussenschaal. Want wat wij dus doen, is wij nemen gigantische weefselblokken uit, die we inderdaad microscopisch bewerken, maar vervolgens niet naar op diep celniveau, op 20 of 40 keer vergrotingen naar cellen kijken, maar dat wij met software terug de hele boel reconstrueren wat buiten het zicht van één microscopisch beeld is, want dat is onmogelijk, en dat de computer daarmee zo'n tussenniveau bouwt, vandaar mijn meso woordgebruik, en daar is nog heel veel in te vinden eigenlijk. Ja. Ja. Ik had, toen ik uw stelling las, dacht ik, zou hij daarmee functie bedoelen? En weet je, terugkomen ook in de discussie, ik opereer heel vaak bij de hersenzenuwen, tumoren, is een van mijn aandachtsgebieden. En nou, ook hersenstimulaties hebben we gedaan, verschillende gebieden. We weten dat neuronen twee gezichten kunnen hebben, soms zelfs meer gezichten kunnen hebben. Een verbinding tussen twee zenuwen, wat u misschien tijdens een dissectie ziet, hoeft nog niet meteen een functionele implicatie te hebben. Toen ik uw stelling las, dacht ik, hij bedoelt functie hiermee. Of zit dat niet in die stelling? Daar zou ik zomaar de stelling mee kunnen uitbreiden. Inderdaad. Oké, okay, nou, nu raak ik geïnteresseerd. Ja. Gaat u verder? Ja. Nee, daar kan ik op. Kijk, wij kunnen bijvoorbeeld zeggen, wij tonen aan dat er deze catecholuminale gevezen op de nervus vagus zitten. U krijgt daar een vraag over. En daar moet ik dus zeggen men weet, en ik heb het hier over de wetenschap, totaal nog niet wat daarachter hangt. Stelt u, u ziet die verbinding tussen twee zenuwen, perifere zenuwen. U bent geïnteresseerd in de functie. Hoe zou u dat kunnen onderzoeken? Dan komen we dus toch eigenlijk uit bij de fysiologische studies. Waarschijnlijk bij de neurochirurgen. En zouden we eens kunnen vragen, kunnen jullie daar eens een elektrode omheen draaien? En deze zenuwen stimuleren. En dan zouden we moeten kijken waar in het lichaam zich effecten voordoen, ja. Inderdaad. Ja. Ja, want dat denk ik ook. Ik denk dat de functionele neuroanatomie, zoals ik bij Frans Torst toen ik nog student was, of met de drukker, hebben we die discussies ook gehad. De functionele neuroanatomie, ik denk dat dat, tenminste toen ik uw stelling las, dacht ik, dat bedoelt hij ermee. Ja, ja, ja. Fijn dat we op dit punt zijn uitgekomen samen. Nou, even doorgaan met stimulatie. Ik bedoel, dan kijk je naar je hoofdstuk 3, vagus, de nervus vagus, een interessante zenuw. We doen al heel lang hersenstimulatie, heel veel onderzoek gedaan naar het mechanisme van neurostimulatie op neuraal weefsel, glia, neuronen, maar ook zeg maar banen, circuits. Ik heb nooit goed begrepen waarom men ooit met vagostimulatie begonnen is. Ja, ja. Ik dacht, ik kan in de hersenstam kan ik dat gebied bereiken, welke functie wil je eigenlijk beïnvloeden? Ja, wat is uw idee? Waarom is men ooit bij de vagus uitgekomen? Ja. Waarom zijn ze dat gaan stimuleren in de hals? Ik moet u daar het antwoord ook schuldig blijven. En ik heb daar zelf ook eens een keer naar gezocht. De echte originele rationale komt uit het epilepsiegebied. En dat was al helemaal eigenlijk iets wat ik niet zou rijmen meteen met de nervus vagus. En natuurlijk, nu achteraf kunnen we hypotheses makkelijker invullen naarmate meer bekend wordt. Maar wat bijvoorbeeld ook heel interessant is bijvoorbeeld dat nervus vagus afferenten
in de tractus solitarius bijvoorbeeld ook weer verbindingen heeft met de basale kernen. Men is nu heel geïnteresseerd in hoe de ziekte van Parkinson eigenlijk via de darm invloed daarop zou kunnen hebben. De nervus vagus is daar zo'n mechanisme van. Maar ik moet u dat originele antwoord schuldig blijven. Ja. Zou het kunnen zijn dat het een hele zwakke hypothese is? Ja, absoluut. Zou het kunnen zijn dat de vagus in de hals makkelijk bereikbaar is geweest voor chirurgen om dat als target te gebruiken voor neurostimulatie? Zou dat kunnen zijn? Daar geloof ik heilig in. En het frappante, en dat zouden we als wetenschappers niet graag uitspreken, is als we gaan kijken naar de effecten van nervus vagus studies in diermodellen. Als u dan in de methode kijkt, dan ziet u dat heel vaak de nervus vagus, de elektrode niet alleen de nervus vagus neemt, maar ook de carotis en de truncus sympathicus. Dus het is helemaal niet zozeer dat we dat allemaal terug kunnen leiden tot de nervus vagus inderdaad. Ja. Het is gek voor de wetenschap in die zin soms functioneert. Ja. Ook goed dat u dat zegt, want ook zo kritisch bent richting de wetenschap. Want ik denk dat ook, uiteindelijk wetenschappelijk onderzoek, het doel daarvan is om een kritische denker te worden. En als we deze gedachtegang volgen, dan zou je ook kunnen zeggen, nou, er zijn een heleboel hypotheses rondom een bepaalde behandeling gedaan. Misschien hebben we behoefte aan een beetje reverse thinking. Ik bedoel, terug te gaan naar de primaire hypothese. Nou, ik wil bijvoorbeeld in dit geval MDL-klachten behandelen. Ik wil epilepsie behandelen. Of ik wil de ziekte van Parkinson behandelen. Ja. En we weten dat, dat toch structuren meerdere functies hebben, meerdere identiteiten hebben. Ja. Ja, hoe zou u dan, hoe ziet u dat? En als een student bij u komt, tweedejaars geneeskunde student, die zegt ik ga volgend jaar een wetenschapsstage doen bij de neurochirurgie en ik wil graag onderzoek doen naar de rol van de nervus vagus bij epilepsie. Ja. Ja, dat zijn echte klinische trials. Dus heel eerlijk gezegd zou ik de student adviseren contact met u op te nemen. Gaan kijken naar de effectmaten inderdaad. Wat ik ze dan wel zou mee willen geven uit anatomisch gebied, is ook naarmate we het over de spreiding van die zenuwen hebben gehad en de spreiding die erin zit, hebben we ook gekeken naar de spreiding van het epineurale jasje van die zenuw. En er zijn studies gedaan die hebben gemeten wat de weerstand is van bindweefsel voor die hele kleine current die u toepast op dat moment, die elektrische prikkels afremt. En wij zagen een spreiding, zelf bij het uitnemen van die zenuw, dat we hetzelfde gedaan hebben als de chirurgie, hetzelfde exposure, dat we een spreiding van een factor 10 in onze histologiekoepels terugzagen. Dat heeft puur te maken met hoe de anatoom die nervus vagus daaruit snijdt. En wat de chirurg dus ook doet. Ja, en daarna ook de effecten van verschillende soorten stimulatie. Ja. Is de laagfrequente, de hoogfrequente stimulatie? Er zijn heel veel parameters. Ja. En dan zou ik zeggen weer terug naar de student. Ja. Nee, je moet terug naar de anatoom. Ja. En moet uitleggen wat laagfrequente, hoogfrequente stimulatie verschillende amplitudevormen en stimulatievormen op neuraal weefsel doet. Ja, daar heeft u een punt. Dus wij moeten met elkaar communiceren. Ja. Ik zou de student inderdaad dan bij ons op het lab bijvoorbeeld de nervus vagus weer laten uitnemen. We hebben daar een start mee gemaakt om te kijken naar het gemyeliniseerde patroon. Dus welke vezels zijn gemyeliniseerd, welke zijn ongemyeliniseerd. En we weten dat de gemyeliniseerde vezels een lagere amplitude nodig hebben. Ook voor het stimuleren van mensen met centraal slaaphypneu, om de nervus phrenicus. Wil men eigenlijk zo laag mogelijk stimuleren om alleen maar het middenrif aan te sturen. En voor de rest niet te veel kwaad te doen. Ik zou de student daarmee wel echt binnen de nervus vagus proberen in kaart te brengen waar zich welke vezel bevindt. En daar zouden we misschien het proces mee kunnen optimaliseren. Ja, ja. Ik denk dat de perifere zenuwstimulatie heel veel kan leren van centrale hersenstimulatie. En dat is ook de communicatie waar ik op doel. Ik ben tevreden met uw antwoorden en geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel. Dan wordt de oppositie voortgezet door dokter Van Rango Hilmes. Zij is verbonden zowel aan onze universiteit hier in Maastricht als ook aan het Universiteitsklinicum in Aachen. En ik geef haar graag het woord. Ja, geachte Thomas, lieve Thomas, gefeliciteerd dat je hier nu staat. Ik heb je boekje graag gelezen. En ik heb natuurlijk ook een aantal vragen voor jou. Ik begin met hoofdstuk 2. Daar zei je dat je in de kliniek eerder de rechter dan de linker vagus gestimuleerd wordt.
En zou dat ook naar jouw data, jouw advies zijn om het te doen? Of zou je willen veranderen in deze idee van links- of rechtsstimulatie? Ik moet daar heel even op teruggrijpen, want ik had in mijn herinnering de afgelopen jaren dat gestandardiseerd de linkerzenuw het meest gepakt wordt. Heb ik dat... Dan heb ik dat misschien fout hier opgeschreven, dat zou kunnen. Ja. Dan doet mijn geheugen het nog. Ja. Oké, jij beschrijft dat je cardiomyocyte vindt in de wand van de vena cava. Hoe heb je die geïdentificeerd? En je hebt ook een analogie laten zien dat je ook van die plasmaregulatie vermoedt. En je hebt die analogie laten zien met drukmeting in je arteria carotis. Kun je daar een beetje uitleg geven? Wat bedoel je, wat denk je wat die cardiomyocyten doen en wat de functie van die nervus phrenicus daarvoor is? Zeer geleden op een moment, dank voor uw vraag, dat kan ik zonder boekje ook. Dat is inderdaad, dat heb ik zojuist in de presentatie niet verteld, maar op het moment dat wij dus die nervus phrenicus in de buik gingen bestuderen, hadden we het vermoeden dat daar natuurlijk wat uit zou komen. En dat kwam tijdens een discussie met een van mijn promotoren, dat wij gezien hadden dat zoogdieren die diep in de zee duiken, een immense hartslagvertraging kunnen vertonen om zoveel mogelijk minuten onder water te blijven. En wat deze specifieke zoogdieren hebben, is een enorme sphincter rondom de vena cava inferior. En die kan die vena cava inferior dus eigenlijk dichtdrukken en zodoende de bloeddoorstroming op een lager pitje zetten. En aan de andere kant zien we bij bijvoorbeeld dieren die galopperen, zoals paarden, of ja, wij zien dat niet, in de literatuur gelezen natuurlijk, en schijnbaar kamelen hebben dat ook, is dat er zelfs binnen het middenrif bij hun juist een bot is aangelegd om juist te waarborgen dat tijdens galop de bloedflow door het diafragma niet verstoord wordt. Dus dat daar een hemodynamische regulatie zou kunnen, dat was eigenlijk al een beetje onze verwachting. Nou blijken wij mensen dus inderdaad niet zo'n sphincter te bezitten. Maar troffen wij wel inderdaad uitlopercellen van hartspierweefsel daar, die wij daarop typeerden. Ik denk dat dat een ander systeem is. We zien vaker van die uitlopercellen ook naar andere vaten die bij het hart aanwezig zijn. En de specifieke functie daarop zijn mij niet bekend. Wij hebben ons onderzoek daarna gefocust eigenlijk op die glomus cavalis. Men weet wel dat deze cellen bijvoorbeeld in andere venen rondom het hart geassocieerd worden met fibrilleren. Dus atriumfibrilleren bijvoorbeeld. Maar dat blijft gokken en is mijn onderzoeksgebied ook niet. Oké, bedankt. Wat betreft nervus vagus hebben we er nu heel veel over gehoord. En ik hoop dat ik dit nu correct heb, dat je zegt dat meestal de stimulatie links wordt gedaan om effecten op het hart zo laag mogelijk juist, te houden. Juist, ja. Oké, dan heb ik dit juist. Correct. Daar ga ik vanuit dat dit die cardiac branches betreft die naar het hart gaan. Ja. En dan zou ik concluderen dat die minder in de linker dan in de rechter nervus vagus aanwezig zijn. Naar waarschijnlijkheid. Maar dat is niet ergens onderzocht of dat hebben jullie niet ergens kunnen vinden? Nee, het is bekend dat aan de rechterzijde meer takken aftakken naar het hart toe. En dat ook varieert, zelfs vanuit de nervus laryngeus recurrens kan zelfs een cardiale tak aftakken naar het hart toe. Daarvan is bekend inderdaad dat aan de rechterzijde meer cardiale takken bestaan, mogelijk ook catecholaminerge takken. En dat is dus inderdaad de reden geweest dat bij de eerste stimulaties, toen men ooit gedacht heeft, we gaan daar een elektrode omheen draaien, dat men heeft gezegd, we pakken liever de linker. Oké. En je beschrijft ook, in principe, daar hebben wij het ook al over gehad, dat je nervus vagus stimulatie doet, of dat daarmee is begonnen om anti-epileptische voordelen te krijgen, bijvoorbeeld. Dus dat zou dan betekenen dat je het daar heel erg hebt over afferente vezels van je nervus vagus. En je schrijft ook dat je hippocampusgebied of je basale kernen zijn betrokken.
Hoe moet ik me voorstellen, je zei, je hebt het al een beetje aangeduid, hoe gaat dan die reactie of die tractus omhoog en wat gaat er onderling met elkaar samenwerken in de hersenen? Ja, dat is een hele interessante vraag. En dan komen we eigenlijk weer op de vraag van professor Timmel. Dat we dus eigenlijk het centraal zenuwstelsel, dat nog veel aandacht behoeft eigenlijk. En we weten nou een beetje van het perifere autonoom zenuwstelsel. Maar het centrale autonome zenuwstelsel is echt eigenlijk nog een best wel raadsel. Hè? We zeggen tegen studenten soms wel eens een beetje een black box. En zo is ons ook helemaal niet bekend en blijkt er ook centraal overlap te zijn in aansturing van het perifere zenuwstelsel. Het is zo dat bijvoorbeeld het cardiovasculaire stelsel en het urogenitale stelsel eenzelfde centrale aansturing kennen. Het is bijvoorbeeld bij de huisarts ook, of bij de spoedeisende hulpartsen, bekend dat bij een patiënt met enorme urineretentie, dat de blaas zich enorm kan vullen. En dit leidt tot een hele grote stijging in de bloeddruk en in plaats van een katheter. Dus het plots legen van die blaas leidt ook plots tot een val in de bloeddruk. En die centrale verbindingen, dat is een hele moeilijke studie die echt nog uitgevoerd moet worden. Ik moet wel daarbij ook zeggen, u zegt inderdaad dat moet dan afferente betreffen. Ervan uitgaande dat wij nu eigenlijk catecholaminerge vezels aantreffen, zou ook zomaar dat efferente vezels naar het cranium kunnen zijn, afkomstig van het ruggenmerg. He, dus de nervus vagus bevat die vezels, bevat ook catecholaminerge vezels. Of zij efferent zijn richting het brein of efferent richting het abdomen, is een hele interessante vraag. Hoge S. En ik dacht, meneer de kandidaat, dat uw antwoord afdoende was en dat er geen verder betoog noodzakelijk is. Geachte heer Verlinde, de gelegenheid voor het verdedigen van die proefschrift is thans voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken en ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst, maar vooral ook de uitslag van ons beraad af te wachten in deze zaal. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Long road to the south side. 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. All your time, 'cause I'll go the extra mile. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose, bad branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep park cause we're taking off. Get the mileage, traveling so far. Outside.
10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and I. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and I. All your time, 'cause I'll go the extra mile.
jongens. Doen ze het erop of erom, hè? Geachte heer Verlinde, officieel. De commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van die proefschrift, maar vooral ook over de wijze waarop u dit proefschrift hedenmiddag heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel, maar ook gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft ze besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Keuler is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. En daarom geef ik graag het woord aan uw promotor. Allereerst moet ik je een eed afnemen. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant of onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik u hier bij u, Thomas J.M. Verlinden, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul, door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. En Wout Lamers zal de laudatio houden. Alle lofreden beginnen met dokter, dus dokter Thomas. Van harte gefeliciteerd met de succesvolle verdediging van je proefschrift. In die felicitatie wil ik nu ook Nicole en de rest van je familie betrekken. Ik wil met name ook je moeder noemen, want je hebt me verteld dat ze je proefschrift aandachtig gelezen heeft van achteren naar voren. Dat is de volgorde die eigenlijk ieder van ons ook neemt. Dus misschien zouden we een oude gewoonte in ere moeten herstellen, want het proefschrift van onze eerste hoogleraar anatomie hier, professor Jan Drucker, stond het bedankwoord, cv was er toen nog niet bij, voor in het boekje. Dan kunt u op de ordentelijke manier beginnen. Ik beschouw het een enorme eer om jouw laudatio te mogen uitspreken. Je bent voor mij het prototype van een snijdend anatoom. Je bent begeesterd in je presentaties, dat hebben we net gezien. Je bent belezen wat betreft de klinische implicaties van de structuur en hun ligging. Ook dat hebben we net uitgebreid gehoord. Je bent handig en ervaren met het mes. Daar zou we een conclusie uit kunnen trekken, omdat je hier nog aanwezig bent. En je hebt oog voor detail wat er te zien is. Als ik jou op snijzaal bezig zie met een groep studenten, dan denk ik altijd dat die zich zeer gelukkig zouden moeten prijzen dat ze jou als docent hebben. Kortom, wat mij betreft ben je een voorbeeld anatoom en vanaf vandaag ook nog een zeer geleerde anatoom. Vroeger zou zo iemand ongetwijfeld een positie gekregen hebben binnen de afdeling en dat heette dan de prosector. Maar die is verdwenen. Mijn omschrijving van je werk zou doen vermoeden dat je een anatomie, dat je een anatoom, dat anatomie je passie is. Sorry. Toch zou je je best als een zij-instromer in de anatomie kunnen beschouwen.
ben begonnen als, met een studie fysiotherapie en manuele therapie. En daarna heb ik gesprongen naar de master voeding en stofwisseling. En pas in derde instantie heb je dus tot de anatomie bekeerd. Ik heb gehoord van Leo dat op een gegeven moment een keer een college gegeven heeft, dat moet ongeveer 11 jaar geleden geweest zijn, dat ze, waarin jij ook aanwezig was, en je had een vraag zeer goed voorbereid. En na afloop kwam de werkelijke bedoeling naar voren toe. Je vroeg of de docentenpositie in de vakgroep aanwezig was. En misschien, ik leid eruit af dat eigenlijk misschien de keuze al eerder gemaakt was. Ik ben zelf een zijstromer in jouw onderzoek geweest. Jij deed toen onderzoek aan de samenstelling van de middenrifzenuw. En je had al onderzoek gedaan naar de samenstelling van de vagezenuw. En jouw interesse in die vagezenuw, ook dat is al besproken geweest, lag vooral in het feit dat er misschien een positief effect op epileptische aanvallen zou kunnen zijn. En zoals altijd met catchy ideeën, het breidde de interesse erin en het aantal indicaties nam als een olievlek toe. Ik heb gisteren nog even het internet erop nagekeken en je kunt nu ook specifieke piercings voor de nervus vagus in je oor krijgen. Gemiddeld zag het er niet erg goed uit, moet ik zeggen, maar dus het is wel mogelijk, kennelijk. Wat mij het meest van je onderzoek is bijgebleven, is dat die nervus vagus in de nek maar liefst voor een kwart zou kunnen bestaan uit catecholaminerge zenuwen. En dat is zoveel, dat moest wel wat betekenen. En toen je datzelfde eigenlijk ook nog met name dan onder het middenrif aangetroffen hebt bij de nervus phrenicus, moest het wel zo zijn dat er een betekenis was voor, want functioneel zo verschillende zenuwen zo'n gemeenschappelijke component hadden, dat moest wat betekenen. En daaruit heb je dus ook de conclusie getrokken dat onze opvatting over het autonome zenuwstelsel waarschijnlijk te star en te simplistisch was. En vanaf dat moment eigenlijk ben je in de interessante fase van je onderzoek terechtgekomen. Namelijk van de overgang van het registreren van waarnemingen naar het ombouwen in een... Jij bent beter daarin dan ik. Naar het inbouwen in een allesomvattend concept. Je had inmiddels een indrukwekkende hoeveelheid gegevens uit de literatuur verzameld, die beschreven staan in hoofdstuk 5. En je was al begonnen met dat model wat in de kaft van het boekje en ook in hoofdstuk 5 worden getekend. Zoals we ook gehoord hebben, is dat nog niet af, maar ik denk toch dat we er al heel wat werk aan gedaan hebben. Maar zoals dat al aangeeft, het maken van een afdoende beschrijving van je concept was een taaie materie. Ja. Zoals vaker als mensen niet 100% zeker zijn van hun zaak, dan gebruiken ze lange zinnen en moeilijke woorden. Semantic change is iets wat nog steeds in hoofdstuk 1 een zeer prominente rol speelt. En ik vraag me altijd soms wel eens af, als ik het woorden gaaf en vet hoor, dan moet dat toch iets vergelijkbaars aan de hand zijn. Dus ik denk dat dat vaker voorkomt. Maar het woord wat me het meest bijgebleven is, en wat je ook nog één keer gebruikt hebt vandaag, is het woord polyseem. Ik heb een klassieke middelbare schoolopleiding gehad, maar ik wist niet wat het betekende. Ik heb het opgezocht en het betekent dus dat één woord meerdere betekenissen kan hebben. Even niet zo handig ben ik hier. Het woord polyseem is hier dus al teruggekomen, maar heeft de eindstreep in je boekje niet gehaald. Dat is ongetwijfeld mede het gevolg van de vele versies die hoofdstuk 5 gehad heeft.
En ik moet zeggen dat het deelnemen aan die, de samenstelling van die versies en de discussies erover, die hebben bij mij, die zullen het langst in mijn gedachten blijven als ik aan je proefschrift denk. Nou, de vraag is natuurlijk, als je een anatoom met passie bent, kun je dan ook een saaie anatoom zijn? En nou, vandaag heeft duidelijk gemaakt dat je dat niet bent. Je zult vandaag nog meer horen dat er verschillende, afdeling heeft meer dan 20 items weten bij elkaar te brengen, wat die jou onderscheiden van de rest van de groep. Oei. Daar zul je... Ik wil er één aan toevoegen. Okay. Je bent geen Bourgondier. Nee. Maar je grapjes zijn echt fameus. Ik zal er geen van noemen nu, maar die zullen ongetwijfeld ook nog aan de orde komen. Rest me je veel succes bij je de toekomstige carrière te wensen. En wij hopen allemaal eigenlijk dat die zal zijn als anatoom. Dankjewel. Ik geef nu het woord terug aan de prorector. Geachte dokter Verlinde, ik wil niet zeggen welk sympathisch of parasympathisch systeem nu bij u aan het werken is, maar uw lichaamstaat is vrij duidelijk dat u toch wel opgewonden en blij bent. Dus dat op zich lijkt me dat een goed punt. Ik wil u namens het college van decaan van onze universiteit natuurlijk ook van harte feliciteren met het behalen van deze beul, van deze titel. Dit is in feite de hoogste academische titel die u kunt halen en daarmee moeten we u van harte feliciteren. In mijn gelukwensen betrek ik natuurlijk ook het promotieteam. U had een groot promotieteam met 4 leden. Maar ik begrijp dat u ook een lange tijd erover heeft gedaan. En daar heb je een groot team voor nodig om dit af te ronden. In mijn gelukwensen betrek ik natuurlijk ook, en in mijn dankwoord betrek ik ook de leden van de corona. En dan begin ik eerst natuurlijk met de leden van de corona die achter het scherm aanwezig zijn, oftewel online aanwezig zijn. Professor Rico en dokter Ten Donkelaar. Dank dat u de tijd heeft gevonden om aanwezig te zijn. En nogmaals dank voor uw aanwezigheid hier. Ik dank ook de overige leden van de corona dat ze de tijd hebben genomen om de vragen voor te bereiden en om hier vanmiddag aanwezig te zijn. Nou, dan gaan we naar de familie toe op de eerste rij. Ja, ik zag die vrouw en ik zag een van de huilende kinderen die het helemaal gehad heeft. Die denkt van, wanneer stoppen ze er nou eens mee? Ik wil jullie ook van harte feliciteren en ik wil jullie natuurlijk een mooie dag wensen die blijvend is. Het is vandaag zijn dag. Hij shines, zeggen we officieel. En we gaan dat ook vieren met z'n allen. Maar voordat we dat gaan vieren, moet ik eerst de zitting sluiten en daarvoor gebruik ik mijn hamer. En daarbij zeg ik dat deze zitting officieel is afgesloten. Hoe gaan we nu verder? Wij als team, samen met de nieuwe jonge dokter, gaan nog wat foto's. Dat is de ruimte waar koffie, thee, bier, vlaai, whatever jullie willen, wordt geschonken. Wij komen daarna na afloop naartoe, maar u kunt alvast daar van tevoren naartoe gaan. En wij blijven nog even hier en we gaan samen met de online leden een foto maken in de zaal. Dank en tot zometeen.